De hot chocolate en you sexy thing. Ik ben Luc Wagenbuur, ik ben pastoor van Schuiverskapelle. En ik vraag langs deze weg beleefd aan mijn parochianen dat ze niet zouden doodgaan op zondag tussen 1 en 3. Want dan luister ik naar het Leugenpaleis en kan ik de laatste sacramenten niet toedienen. Zeer zeker. Onze volgende gast is een sympathieke popkenner uit Antwerpen. Hij is hier aanwezig. Welkom, Clément Perens. Hallo. Clément, we mogen er niet blind voor zijn. Eigenlijk, moeten we toegeven, dus de affiche voor de komende Torhout-Werchter, is een goede affiche. Hoe is dat kunnen gebeuren? Dat lijkt een mirakel, maar dat is het niet, Bert. Ah, zo. Dus ik heb met de scheur geklapt. Ik heb gezegd, scheur, ja. Zweerde op een affiche. Alzeker, Munstermagnet, ja. Blur, Metallica en Pavement. En dan komt er allemaal dik in orde in de scheur. Die dus met de jaren beter wordt, moet ik eerlijk toegeven. En je zegt, ja, Clément, heel goed. We kunnen ook een beetje spelen op de lach. Op de lach? Ja, ja. Dus groepen om mee te lachen. En Björn en Gij natuurlijk. Brian Adams, ja. Dat is ook altijd geweldig lachen. Lenny Kravitz ook. Ja. Want als die dus... Allee, het is duidelijk dat hem dat weer doet. Op een gegeven moment, als hij dus met zijn kop begint te zweren en dat dan zo zijn bassist die dreadlocks in zijn ogen kraalt. Allee. Dat is ook altijd heel fijn, dan die voorop van Robbie Williams, en ziet dat zo natuurlijk. Ja, 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 ja. En dan heeft hem ervoor gezorgd dus dat er dus daarna een schokeffect komt. Dus dan, als we het af met R.E.M., zodanig dat iedereen dus totaal het lachen vergaat. Maar naast de echte muziekliefhebbers heeft hem dit jaar ook oog voor de flauw mensen eigenlijk. Flauw mensen? Ja, dus er is echt muziek voor flauw mensen. Suzanne Veiga. Ja, Anouk, ja, ja. Anouk, zo, ja. Dat soort brollen. En dan heb je ook nog een speciale sector. Dat zijn dus Vlamingse die niet willen inzien dat ze eigenlijk Vlamingse zijn. Dat heb je gezegd, Clément, wat moet ik daarvoor programmeren? Ik heb gezegd, I don't know. Ik weet het niet. Belt naar Lijn de Marais. Ik heb hem dan met Lijn de Marais van Radio Donna gebeld. En ja. Heb je gezegd, wat vinden we nou werkelijk? Een ongelooflijk grave groep. En ik heb gezegd, joh, Texas. Allee, dat is echt het wildste van het allerwildste. En ook... De mens. De mens? Ja, die lijn, die heeft dus... ik kom daarna hier, dat is niet geschikt voor uitzending, maar die heeft dus beschrijven wat er met rapere vrouwen gebeurt als die de mens in optreden. Bertje, dat is die en tuiner. Maar hij heeft dus ook nog andere informanten. Ik mag dat niet helemaal op mijn palmaris schraven. Dus andere mensen die de schuur ook hebben geholpen, ja, ja. En wie waren dat dan? Vooral dus de Flying the Waller Brothers. Hè. Steven en Dave, die ook van Solwax zijn. Ja. Steven en Dave zijn zo de Mike en Geda van de rock'n'roll tegenwoordigen. Ja, ja. Die hebben gezegd... je dadelijk het publiek, beste scheuren, dat bestaat uit twee pijlers. Ja? Je hebt daar mensen die voornamelijk vallen voor Selwax. En je hebt er die dan meer vallen voor de Flying the Waller Brothers. Dus die stonden alle twee op dat fiche. En ze hebben gezegd, scheur, wat komen er spelen in onze dubbele hoedanigheid, maar je moet ons niet betalen. Allee. Dat is gewoon een gest. We spelen hier op vertrouwen. Je geeft ons 10% van de entree. Dus als je bijvoorbeeld maar 30.000 mannen, dan spelen wij zwaar onder de prijs, maar vroegen ze geen... probleem. En dan zijn ze ook nog op bezoek geweest in de Scheurs en Kasteel er in Keerbergen. Aan het meer van Keerbergen. Ja. Wat is dat eigenlijk voor iets, Clément? Eet lelijk, eet lelijk. Ja. Dat is een grote, smaakvolle, smaakloze villa, zo Nouveau Riche. Ah, ja. Kent dat, hè? Maar Jacques Vermeire, die woont er niffen, hè. Je kunt het een beetje inbeelden, maar er geen tekeningen bij maken, hè. Nee. Allee, en die mannen, die konden het niet laten van zo weer te proberen van hun zakken te vullen, hè, de Wallenbrothers. Ja. Ja. Ja, dus de Steffen, die zei direct, oh, Scheur, gewoon heel schoon. Alleen spatig van die kuiken, hè. Ja. De scheur zei, hoe bedoelde? Ja, zei die man, allee, pak dat van de zuimer. Dus, nou, Werchter, dat James Hetfield of Marilyn Manson, dat die wil doodnodigen om hier nog eten te komen drinken, dat kun je niet maken, hè, met zo'n kuiken. De scheur kon ik volgen, hè. De Steffen zei, lustert als een David, die wilde hier dus meurschilderingen komen maken op de durkjes van dat kuiken. Ja, 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 ja. Zodanig dat zo meer de sfeer van de Keulen New Yorkse loft. Ja. En de scheur die stelde de vraag die hem altijd als eerste vraag stelt. Jammer, wat gaat dat kosten? De Steffen zei, scheur, dat gaat dat niks kosten. Integendeel, waar gaan dat betalen? Waar gaan dat betalen? Die zei, scheur, die villa van haar, waar is die waard? Pak naar 40 miljoen. Hè? Als je dan de wallen kitchen, hè, dan is die toch gemakkelijk ineens 45 miljoen waard. Dus als je de 5 miljoen verdient, wat gaan we nou doen? We gaan dat eerlijk verdelen. Ga ik er 2,5 van... Wij krijgen ook 2,5. Dus je moet je dan wel cash betalen. Ja. En morgen komt dan zo'n dijf dat hier schilderen. Dan kon je niet eens nog een gest doen. Die Porsche 911. Van de schuur, ja. Wij zijn bereid om dat gaan ze maatje van die mij te pakken voor 100.000 frank. Want ze maken dat niet meer. Je gaat geen wisselstukken niet meer vinden. En zo. Allee, de scheur, die was direct akkoord. En die in Arley,
Dat is levensgevaarlijk, want je kunt je beentjes niet onder de grond. Nee. Allee, geeft die noep mij 25.000 frank en dan die verzameling Italiaanse koersfluis dat je erin, want de scheur is een manjak van koersfluis. Ja. Scheur, dat kun je niet meer maken, dat is totaal uit, waarna heel in is. En dat is ook beter voor de speerontwikkeling dan in je condensen. Dat is dus ook een maskersfluis raaien. Begon een gestoon. Ik weet niet of dat gelukt is, maar geeft ons die koersfluis. En dan begon ik mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat je de fluis van ons moeder kunt krijgen. Allee, en... die scheur... Je was direct akkoord en je dacht dat om de zaak van zijn lijf niet gedaan. Ja, Clement, misschien nog één vraag, want ik begrijp het ook nog niet helemaal. Eén ding. De mens. Waarom speelt de mens op Werchter? Ik heb al gezegd, dat is dus een beetje spelen op de lach ook. Ja. En rapere vrouwen. Ja. Dus de zaak moet je er dan altijd gewoon zeuken, dus die kennen elkaar. En de zaak heeft gezegd, scheur, van mijn optredens in de parochiezalen, weet ik dat de gemiddelde organisator verdient veel meer op een broekje dan op een pintje. Dus pakt als dat festival om 10:30 begint, hè, mensen drinken een pintje, hè, ja. Drinken een uur later nog één, drinken misschien nog één, maar je moet voorkomen dat die vuurpakt alle vier om hun vierde pintje beginnen. Want daar zijn beginnen noemen niet meer. Hè. En op een broodje pakt dat je dat voor 80 frank verkoopt, ja. Dan verdien je gewoon 60 frank op. Ja, maar wat heeft dat met de mensen te maken? Om die mensen er die uitkralen. Die spelen op het middaguur. Ja, ik begrijp het. Om half één spelen. En dan heeft hem nog raad gevraagd om de Wallers. Die waren er onmiddellijk mee akkoord. Want die hebben onrechtstreeks dus ook in de broekjes mijn vinger in de pap te brokken. In de broekjesbusiness, hoe dat? Ja, dus vader de Wallen, dus Zakkie. Ja. Die mens zit volledig aan de grond. En die doen haar broekjes. Samen met zijn vrouw en met Mike. Mike Verdrink doet handenarbeid in een broodjeszaak. Nee. Mike Verdrink, die doet zo het management en de supervisie. Die doet zo algemeen advies. Hè. Dus meneer en madame Zakkie stonden die broodjes te smeren. En dan de Mike die komt zo wc en die zegt, joh man, je moet de keuze beperken. Je hebt 7 items. Lot die Martijn nou vallen, mocht er daar 6 van. Of algemeen motivatie. Hè. Als je van, zit hier voor mannen, je zit goed bij. En dan is hij terug weg. Of die zal ook al eens zeggen, mannen, met die lofel. Wacht er nog een half uurtje mee, want de zon schijnt nog niet straf genoeg. Ja. Wel bedankt, Clément Perens. Geen gedaan.